Goedemorgen, lieve allemaal. Welkom bij Holy Trinity Church in Utrecht voor een Godly Play verhaal. We zijn bezig met de verhalen in de vaste. En het verhaal van vandaag, nummer 6, gaat over Jezus die brood en wijn deelt met de 12 discipelen en dus ook met ons. Maar voor we met het verhaal beginnen, gaan we een paar keer diep in- en uitademen. Om ons voor te bereiden op het verhaal. De armen doen mee. Inademen, komen de armen omhoog. En naar beneden. Omhoog. En naar beneden. En een laatste keer. Inademen. En uitademen. Zijn jullie klaar voor het verhaal? We gaan eerst kort door de verhalen van de vorige keren heen, om dan uit te komen bij het verhaal van vandaag. Weten jullie het nog? In het begin werd de baby geboren. En hij zag in het gezicht van zijn ouders al het kruis. Moeder Maria en vader Jozef hielden de baby dicht tegen zich aan. En hij begon te groeien. Toen Jezus 12 was, mocht hij mee naar Jeruzalem. Naar een feest. Samen met zijn ouders en de mensen uit Nazareth. En toen het feest afgelopen was, waren ze hem kwijt op de terugweg. Moeder Maria en vader Jozef renden terug Jeruzalem in. Ze zochten hem overal. En op het laatst vonden ze hem in de tempel. Daar was hij aan het praten met de priesters, de rabbijnen. En Jezus groeide op tot een man. En toen werd hij gedoopt door zijn neef Johannes in de rivier de Jordaan. En Johannes herkende Jezus als de Messias. En toen Jezus bij de doop uit het water omhoog kwam, toen zagen de mensen aan de kant dat er een duif naar Jezus toevloog. En ze hoorden een stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind. En daarna ging Jezus de woestijn in, om erachter te komen wie hij was en wat zijn werk zou zijn. En weten jullie het nog? Hij hoorde de stem die zei, verander een van deze stenen in brood. En waarom spring je niet van het dak van de tempel? En als je je overgeeft aan mij en mij volgt, dan maak ik je koning over alle landen in de wereld. Maar Jezus zei, nee, ik zal koning worden. Maar niet dat soort koning. Daarna kwam Jezus terug uit de woestijn en begon met zijn werk. En dat was om heel dicht bij mensen te komen. Zie je hoe dicht hij bij die blinde man komt? Hij raakt hem zelfs aan. En als Jezus dicht bij mensen kwamen, dan veranderden ze. Ze werden beter. En Jezus vertelde ook verhalen, parabelen. En op het laatst
wist Jezus dat hij zelf een parabel moest worden. En ging terug naar Jeruzalem voor de laatste keer. Toen Jezus in Jeruzalem aankwam, was het Pascha, het Joodse paasfeest. En er waren mensen uit allerlei landen en streken naar Jeruzalem gekomen. En ze dachten dat Jezus gekomen was om koning te worden. Maar ze hadden niet goed opgelet. Jezus kwam niet aan op een groot wit paard. Hij werd niet binnengedragen in de stad op een draagstoel die gedragen werd door soldaten. Jezus zat op een ezeltje. En dat ezeltje was niet eens van hem. Hij had het geleend. Op maandag en dinsdag en woensdag was Jezus aan het onderwijzen in de tempel. En 's avonds ging hij samen met de 12 discipelen naar de Olijfberg. En de mensen fluisterden dat de Olijfberg de plek was waar engelen naar beneden zouden komen om een leger te vormen. En dat leger zou de Romeinen wegjagen. Op een dag, toen Jezus aan het onderwijzen was in de tempel, zei hij: "Kijk, zien jullie die oude vrouw daar? Ze komt om iets in de collectebus te doen. Luister, horen jullie iets? Nee. Dat komt omdat ze het allerkleinste centje in de collectebus heeft gedaan. Dat was al het geld dat ze bezat. En kijk, daar komt een rijke man. En hij gaat zoveel geld in de collectebus doen, dat hij dragers heeft meegebracht om al dat geld te dragen. Horen jullie dat? Het maakt een heel klingerde klankkabaal als ze dat geld in de collectebus doen." Nu vraag ik me af, wie zou het meeste gegeven hebben? Die oude vrouw of die rijke man? De tempelbewakers zeiden: "Op donderdag gaan we Jezus gevangen nemen." Maar toen ze hem zochten, konden ze Jezus nergens vinden. Die avond ging Jezus samen met de 12 door de donkere straten van Jeruzalem naar een huis. Ze klommen de trappen op naar een bovenkamer. En daar deelden ze het laatste avondmaal. Toen ze allemaal genoeg gegeten en gedronken hadden, deed Jezus iets heel vreemds. Hij nam het brood, brak het, dankte God ervoor en deelde het met de 12. En hij zei: "Als jullie op deze manier brood met elkaar delen, dan zal ik bij jullie zijn." En toen nam hij de beker met wijn. Hij dankte God hiervoor en deelde het met de 12. En hij zei: "Als jullie op deze manier wijn delen met elkaar, dan zal ik bij jullie zijn." Maar wat bedoelde hij? Hij was bij ze. Hij zei altijd dat soort dingen
Hoe konden ze het begrijpen? Maar ze vergaten het niet. En later zouden ze het wel begrijpen. Opeens stond Judas op en vertrok. De anderen zongen nog een lied en daarna gingen ze naar de tuin van Gethsemane bij de olijfberg. Jezus wilde daar bidden. Toen hij klaar was, ging hij terug naar de 12. Maar net voordat hij bij ze aankwam, stapte Judas uit het donker naar voren en begroette Jezus met een kus. Dat was het teken voor de bewakers van de tempel, dat ze Jezus gevangen konden nemen. De bewakers namen Jezus mee een donkere nacht in. En de 12 verdwenen ook in de duisternis. Misschien willen jullie thuis een tekening maken van deze platen. Of misschien de laatste plaat. Of iets kleien. Of iets anders. En je kunt er ook iets bij zetten om het verhaal uit te breiden. Je kunt in ieder geval een kaars aansteken bij je tekening. En je zou een bord erbij kunnen zetten voor het brood. En een beker voor de wijn. Dat was het verhaal van vandaag. En volgende week horen we het hele verhaal en hoe het afloopt. Tot volgende keer!